Yo mensen, tof dat je naar deze video. Mijn naam is Wesley van VivoBoy1999 met vandaag weer de FC Barcelona Career Mode. En vandaag gaan we één wedstrijd spelen. De wedstrijd tegen Club Brugge in de Champions League en we gaan de wedstrijd simuleren tegen Atletico. Is dat riskant? Maar ja, we gaan deels simuleren en deels de helft spelen. We gaan kijken hoe dat gaat verlopen natuurlijk en we hebben de volgende aflevering vandaar dat deze wat korter is uh, de volgende aflevering de interlandwedstrijden met het Nederlands zelf um, ja, met het Nederlands zelf met het verhaal terug als bondscoach van Oranje eind van dit seizoen hebben we het WK Daar hopen we hopen natuurlijk uh, ja, goed te gaan spelen mits Nederland eigenlijk kwalificeert dus moet ik eigenlijk nakijken ik neem aan van wel dus ja we gaan kijken hoe dat uh, gaat uh, verlopen we zijn begonnen aan de wedstrijd hier ondertussen waar uh, Club Brugge al wat proberen, maar Barcelona kan er goed tussenkomen. Sergio Busquets, Frenkie de Jong. Barcelona nu voor het eerst dreigend. Dan een Dan op Dembele. Dan een Juma. Bouwt de paal en de rebound ook niet. Nog een uh, merkweuze redding van de doelman. Ja, Dembele staat er hierin, omdat uh, Korea geschorst is. Dembele dus in de spits nu bij Barcelona. Ja, het is een kans, maar in de handen is nu van de doelman. Van Club Brugge. En dan moet Barcelona weer uh, gaan verdedigen. Palsen. Onderschept door uh, Bastoni. Goed gedaan. Dan komt er een kans voor Barcelona. Lionel Messi. Perfecte paas, Dembele. En het is de 1-0 voor Barcelona. En het is Dembele die scoort. De man die Korea verving in deze wedstrijd schiet de 1-0 voorsprong binnen. Zo dus staan we voor in deze Champions League wedstrijd door um, Dembele die daar gewoon goed staat. En dus ook de 1-0 binnenschiet. Voor Barcelona. Tussen een half uur gespeeld, nog steeds de 1-0. Waar Dest, Dest nu uh, ik te gaan. Dest naar Messi. Messi. Tonali. Frenkie de Jong van afstand. Gaat hij dat doen? Nog niet. Nu wel. En dan de redding van Lammens. Hoekschop wel voor Barcelona. Deel naar Messi. Dembele. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. En de redding weer. Van De doelman. Weer de hoekschop. Zo vlak voor rust. Weer kort. Messi, Dembele. Weer Frenkie de Jong. Hetzelfde als zo net. En nu gaat hij er wel in. 2-0 voor Barcelona. Messi, Dembele, De Jong. Kunnen elkaar goed vinden. En zo is het nu Frenkie de Jong die hier Barcelona op 2-0 zet. Zo vlak voor rust. We zagen het. Messi met de korte paas op Dembele. En Dembele naar De Jong. En De Jong ziet hem perfect binnen. En dan, is het, en, nou, dan springt Tornani nog over die bal heen. En dan is het uiteindelijk dus 2-0 voor Barcelona. Goed begin in deze eerste helft voor Barça. Dus een overtreding, een vrije trap. Een vrije trap genomen. Weghalen nu. Dat uh, wordt niet echt lekker gedaan tegen een speler aangeschoten. En dan blijft de bal in bezit van Club Brugge. Weghalen nu door, door Tornani. doet het goed. Oeh, dit is slecht gedaan. Zo in de voeten van een uh, medespeler of tegenspeler. Palsen. Goed onderschreven uiteindelijk nu. En nu weer Barcelona. Tonaldi Zo vlak voor de Misschien een derde. Dembele. Messi. Wordt niet gevonden. In tweede instantie wel. Dembele. Messi. Frenkie de Jong loopt daar mee. Daar gaat hij ook heen. Frenkie de Jong. En die gaat erin. Het is 3-0 voor Barcelona. En weer Frenkie de Jong die scoort. Zijn tweede in deze wedstrijd. 3-0. En zo staat de ploeg van Van Gaal met 3-0 voor en dat uh, voelt natuurlijk heel erg prettig aan voor uh, de medespelers en voor de trainer. 3-0 voor Barcelona. Dus de tweede helft. Minuut 60, nog steeds die 3-0. Barcelona tot nu toe op roze. Komt er nu een kans voor Club Brugge. Dan verdedigen gaat niet lekker en die gaat net naast uh, gelukkig. Beide hoeven niet in actie te komen. Doelt dat dan nu wel? Dan komt hij wel een actie. Mag ik hier de bal aan raken nu? Justin Barlo. Tornari. Dembele. Dembele op zoek en vindt weer... Uh, ...Trin Sao. Die Messi verving. En dit is de kopbal die uh, niet telt. Van uh, Justin Kluivert. Die ook terugkwam in de rust. En zo blijft het nog steeds 3-0. Vrije trap ondertussen hier. Ondertussen al minuut 83. En nog steeds is het uh, 3-0 voor Barcelona. Het lijkt niet zoveel meer gaan gebeuren hier. Het lijkt misschien in de eerste helft wel beslist te zijn geweest. Of toch niet. Komt er een toch nog een kans. Trinsao. Trinsao. Frenkie de Jong kan wel zijn hat Maar kan ook de paas geven. En Trinsao raakt de bal kwijt. Frenkie de Jong krijgt de bal dan wel weer terug. Het is nog steeds dreigend. Kluivert. Dembele. Dembele. Bal te de laat. Dan Dat zit er ook niet mee. Krijgt de bal weer terug. Dembele dan nog een keer. Nee. Raakt de bal weer kwijt. De vraag is hoeveel extra tijd er gaat komen in deze laatste minuten van de wedstrijd. Het bedraagt twee minuten extra tijd bij een 3-0 voor Barcelona. Was dus in de eerste ik al beslist. 3-0. En uh, ja, dan gaan we dus door naar de wedstrijd tegen Atletico. Die gaan we dus uh, beginnen te kijken hoe dat verloopt. En mocht het verkeerd gaan, vallen we in. Maar goed, 3-0. Eerst zelf dus al beslissende wedstrijd. En dan is het dus ja, top eigenlijk. Dan gaan we nu door naar de wedstrijd tegen Atletico. Die staat. Waar staan die? Oh ja, we hebben de spelers voor het Nederlands Elftal. Die gaan jullie de volgende aflevering zien. Die heb ik al zelf uh, samengesteld. Atletico staat um, vi, uh, zesde, zag ik, sorry. Dus ja, dat, 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 dat valt nog tegen eigenlijk van Atletico. Ze staan zesde, als ik het goed zag. Ging we even te snel. We gaan beginnen aan deze wedstrijd um, uh, simuleren. En wat ik zeg, um, vandaag is het voor jullie donderdag. Morgen hebben jullie de. Go Rico Square Mode. Van het weekend natuurlijk weer hebben wij een. Um, uh, zeggen. Hier krijgen we een strafschop uh, mee, maar die uh, missen we. Van het weekend speelt Final weer natuurlijk tegen RKC. Zondag half drie. Dus dat betekent dat jullie de Westpraat na aflevering maandag gaan zien. Uh, dus ja, dat, dan weten jullie dat ook alvast. Ik heb trouwens wat nieuwe dingen toegevoegd aan de Feyenoord collectie. Hier komt eind van de maand, jullie wisten het al, de Cine, een, 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 een shirt van Sinister bij. Nu ook met een handtekening erop. Super tof. En um, ik heb ook het laatst uh, nog meer dingen toegevoegd aan de Feyenoord verzameling. Dingen van Dirk Kuyt, super tof om dat erbij te hebben. En uh, ja, daar ben ik ook heel erg blij mee. Zo vul je je verzameling toch steeds wel aan. Het is hier 0-0 uh, tussen Barcelona en Atletico. 22e minuut. We gaan kijken of er nog wat gekke dingen gaan gebeuren natuurlijk. Want het is wel een wedstrijd die, uh, die niet wil en moet verliezen natuurlijk ja, in het voetbal weet je natuurlijk uh, never nooit. De bal gaat van heen en weer. Van speler naar speler, van tegenspeler naar medespeler enzovoort. Maar er komt een keer een moment dat die bal misschien verkeerd valt. Aan een van de kanten. De eerste helft ondertussen bijna voorbij, nog steeds is het gewoon de 0-0. En de eerste helft is ook nu inderdaad voorbij en dat is bij 0-0 gebleven. Dat, Oké, okay. dat is dan even uh, verrassend, Dan moeten we dus even uh, wat aan doen, wat wissels maken. Den Bele gaan we erin doen voor Messi. Wie weet helpt dat nu? Misschien dat hij nou ook deze wedstrijd zich laat zien. En uh, hier gaat hij er niet in. Daar gaat hij er niet in. En dan hebben we dus uh, nog steeds de ballen die over en weer gaan hier. Tussen Barcelona en Atletico. En hier de 1-0. En het is weer Dembele die scoort. Zo laat hij zich dus wel echt wel zien. En zo is het de vervanger van Messi die hier de 1-0 uh, binnenschiet voor Barcelona. Maar goed, zeg niet dat het uh, nu gelijk klaar is dat we gelijk hier gaan winnen. Want ja, we spelen nog altijd tegen. Uh, tegen Atletico, dus ja. Het kan voor alles nog gebeuren. Hier, de 1-1, ik zeg het al. Boom. Ik zie, op het moment dat ik het zeg, gebeurt het. Schiet Greenwood uh, de 1-1 binnen. Dus ja. Dat is dan weer een, uh, een domper. De laatste minuten die nu in zijn gegaan. De laatste minuten, ja. Moeten we moeten wat doen. We moeten zelf wat doen. Het laatste kwartier hopen op een. Uh, op gewoon de overwinning hier. We gaan meemaken of we hier uiteindelijk nog gaan winnen of niet. 82e minuut loopt nog steeds is het de 1-1. Kunnen wij wat doen hier misschien? Dest. Dest. Ja, goed de kans nu misschien. Dest. Korea. Korea. En het is de 2-1. Notabene Korea. Tegen zijn oude ploeg. Het is uh, mooi voor hem. En de 2-1 voor Barcelona. Zo staan we nu dus voor. En de, vraag, de hoop is eigenlijk. Dat het zo blijft. Kan Barcelona hier blijven, uh, voor blijven staan met 2-1? Of komt Atletico op het laatste moment met een verrassing? We gaan het hopen van niet. We gaan het zien ook. De 86e minuut loopt nu. En het is nog steeds uh, de voorsprong van 2-1. Maar ja, zoals wij weten. Er kan van alles gebeuren. Er kan van alles gebeuren. En dat willen we natuurlijk uh, niet meemaken. Dat willen we zeker niet meemaken. Laatste uur zijn ingegaan. Atletico komt eruit. Dan is het uh, oppassen nu. En die bal gaat gelukkig net naast. Nee, ja, gaat naast. Maar het is een strafschop. Overtreding van Busquets. Ja, dan gaat Bijlo de verkeerde hoek in. Dan is het klaar. Dan is het klaar. Dan gaan we hier uh, gelijk spelen. 2-2. Waar ik het liever niet had gewild. Hè? Ik had liever gewoon dat we hier hadden gewonnen. Maar ja, het is ons niet gegund. Het is ons niet gegund. 2-2 gelijk. De volgende aflevering hebben we wedstrijden met het Nederlands elftal. Twee wedstrijden wel te verstaan. En daar gaan we dan naar kijken, natuurlijk hier. Zien jullie het elftal. Ik ga met een 5-2-1. Nee, 5-3-2 opstelling spelen. Dat betekent twee spitsen: uh, Bowadu en Malen. Daar hebben we op middenveld uh, Gravenberg uh, de Jong. En Vierman. Achterin Malatia, De Vrij, Van Dijk, De Licht en Dumfries. Dumfries ga ik vervangen door Geert Ruida. En in het doel blijft Justin Bijlo. En Bijlo wordt ook de aanvoerder van dit Nederlands elftal. Um, als jullie voor de volgende vriendschappelijke wedstrijden uh, jullie suggesties willen laten weten welke spelers ik moet oproepen, kan van alles zijn. Uh, jullie mogen van alles zeggen. Het zijn vriendschappelijke wedstrijden, dus we kunnen ook hele lage spelers de kans geven. Dus ik zou zeggen, laat gewoon weten wie jullie willen. Totaal spelers die totaal in het universum in, in het echt zouden voorkomen. Laat het gewoon weten. Uh, maar zou ik zeggen: bedankt voor het kijken. Tot morgen weer bij een nieuwe Go Eagle Square Mode. En dan zeg ik zoals altijd en zoals nu. Later!